Koert-Jan, goedemorgen. Dag Edwin, hi. Wij spraken eerder al bij het fraaie pand aan de Herengracht en aan de andere kant. Een klein vraagje. Toen beloofde je dat als je weer een mooi pand in de aanbieding zou hebben, dat je zou bellen. Nou, dat heb je keurig gedaan. En nu zijn we in het pand Torenvliet. Ja, weer een uniek object van Middelburg. Een rijksmonument ook weer, wat te koop is gekomen. Helaas geen woonbestemming op dit moment. Ik heb al een stel gesproken, die zouden hier met z'n tweeën willen gaan wonen. Kun je nagaan, het zijn best wat meters. Vooralsnog kan wonen niet, wordt gezegd, maar wellicht dat je toch een ontheffing kan krijgen bij de gemeente. De bestemming nu is maatschappelijk en eventueel kantoor. Ja, want dat is ook een vraag die ik heb, want ik denk meteen als eerste niet omdat ik zo commercieel ben, maar een mooi hotel of een prachtig restaurant hier, daar zou het perfect voor zijn of niet? Er zijn allerlei leuke dingen te bedenken, maar inderdaad zul je dan bij de gemeente langs moeten gaan met je plannen om te kijken of je bestemmingsplan kan wijzigen zodat het mag. Op dit moment kunnen die dingen niet. Hey, en begrijp ik nou dat de oprijlaan, daar liep ik net doorheen, die vind ik schitterend, maar die hoort niet bij het pand? Nee, de grond die bij het pand hoort is eigenlijk die er direct omheen loopt met een paar meter en daar stopt het. Dus je krijgt er niet een enorme kavel bij. Alles bij elkaar is het een goede 1000 meter, maar dat is niet heel rijkelijk. En de fietsenberging die om de hoek buiten is, die hoort er nog bij. Maar de parkeerplaats bijvoorbeeld niet, dat is gewoon openbaar terrein en ook de oprijlaan is openbaar. Dit zijn wel hele mooie grote ruimtes, veel grote ramen. Laten we dol op kelders en daken. Ja, kom verder. Oh ja, die zit maar zo al. Maar ja, wel een betonnen bak, maar ideaal voor een stuk archief of opslag. Of... Ja. Ja, dit zijn flinke ruimtes. Ik voel tegen de zon in, maar... Ja, het is geen slecht uitzicht. Ja, toch snap ik dan wel die mensen die zeggen ik wil hier wel wonen, met z'n tweeën. Ja. Ik heb toch echt het vakantiegevoel. Prachtig. Nou, op dit moment zie je een soort keukenblok geplaatst en dan zie je een overblijfruimte of hoe je het wil noemen. Kantineachtig. Met, de keuken ziet er nog wel goed voor uit. Ja. Afzakkap. Dus de brandveiligheid is ook allemaal wel... Dit is allemaal de brandmeldinstallatie. Er zit op dit moment in ieder geval nog geen luchtbehandelingssysteem. Is dat een oude kast of? Ja. Nu niet meer open. Nee, voor zitten zit er geen handvaten aan. Nee. Dat is wel apart. Oh, daar zit de lift. Oh, ja, en dat... deze verdieping. En dat is een rolstoel... want we zijn net een paar treden afgekomen. Ik zie het, ja. Dus je kan echt overal komen. Ja. Oh, het is een soort... Ik wil een balkon, maar niet. Maar die kan je wel eens zodanig gebruiken, denk ik. Maar toch heb ik dan het gevoel... Weet je wel, wat... 750.000 is heel veel geld, maar toch vind ik dat niet heel veel klinken voor een pand als dit. Of ligt dat nou aan mij? Heeft dat te maken met de huidige bestemming? Ja, dat is het. Ja. Als er veel meer zou mogen, is het ook weer veel aantrekkelijker voor meer partijen. Ja. En dat drijft de prijs ook weer op. Ja. Maar de huidige richtprijs van 7,5 ton inderdaad, die is gebaseerd ook op wat er op dit moment mogelijk is. Ja. En hebben we nog een verdieping of is dit... Was dit... Nee, meer is er niet. Nee. Er is toch nog dat torentje of niet? Ja, het torentje zelf. Dat is hier... maar dat is niet echt een verdieping. Daar kun je meer ver uitkijken. Kijken of ik het open kan maken. Het slot. Ja, ik denk dat dat... En dat is een kleine balustrade. Pluk. Een pettenflat. Ja. Maar dan anders. Dat is een prachtig uitzicht hoor. Ja, je kunt ook mooi nu het dak zien. Mooie leistenen. Echt vakwerk. Weet je hoe hoog het is toevallig? Dit torentje? Nee, niet zo uit het hoofd. Nee, maar het is een hele behoorlijke hoogte.
Je ziet net de zee niet liggen.